Hallo allemaal en welkom weer bij Evil Daan Maakt. Met het motto, gewoon doen. Ja, deze video, of dit project eigenlijk, gaat over presenteren, zeg maar. Hè, je hebt iets leuks gemaakt of wat dan ook. Maakt even niet uit. Even een flesje. Je wil dat graag presenteren op een videootje of met foto's of wat dan ook. Dan zou het mooi zijn dat je op een plateau staat die dus zo langzaam ronddraait. Je kent die dingen vast wel. Hè? Dat is zo'n showplateau die je rond kan draaien. Nou, die plateau, die wil ik dus gaan maken. Ik wil een beetje vrij grote maken. Eentje van 50 centimeter doorsneden. Rond natuurlijk. Anders heeft dat ronddraaien geen zin. En dan wil ik hem ook elektrisch maken. Dus dat wil zeggen, er komt een motortje in, schakelaar, aansluitingen en dat soort dingen allemaal. Wordt een beetje een groot ding zo. En dan hopen dat ik daar later mijn werkstukjes op, kleine werkstukjes natuurlijk, op kan presenteren. Goed, genoeg gepraat weer. Na de intro gaan we beginnen. Ja, en om te kunnen beginnen hebben we natuurlijk materiaal nodig. In dit geval ga ik alles van MDF doen. Waarom? Nou, dat is makkelijk te bewerken. Het is relatief betaalbaar, om zo maar te zeggen. Goedkoop kan je tegenwoordig ook niet meer zeggen, maar in ieder geval betaalbaar. En aangezien dat ik het toch een kleurtje ga geven, dan... dacht ik wat te horen, maar maakt niet uit. Dat kan je mooi verven en alles. Dus dat is... prima. Nou hebben we natuurlijk wel een paar stukjes nodig. Want aangezien dat die rond 50 wordt, dus dat is een halve meter. Dan kan ik uit één zo'n plaat, zo'n standaard plaat, maar twee rondjes halen. Maar ik heb 1, 2, 3, 4, 5 rondjes nodig ongeveer. Waarom, dat leg ik je straks uit. Ik heb ook nog een dun plaatje, die heb ik ook nodig. Deze heb ik nodig. En dan gaan we straks eerst allemaal cirkels maken. Nou, laten we met deze beginnen. Yep. Zo, deze kan er ook wel bij. Deze plaat is 15 mm dik. Dus 2 keer 15 is dus 30. Hè? Dan heb je dus 3 centimeter. Ik had eigenlijk gerekend op 18 en 12. Zo staat het ook in de bouwtekening. Die komt ook een bouwtekening van. Dus die maten kunnen jullie dan gewoon overnemen. Dat is prima, want dat is ook 30 namelijk. 12 en 18. Ik heb alleen geen 12 en nog meer 18 liggen. Maar goed, maakt niet uit. Ik kan het hier ook mee doen. 2 keer 15 is hetzelfde hoogte. Alleen met de schakelaar en zo, dan wordt het misschien ietsje krapper. Maar dat komt ook wel weer goed. Hier zit natuurlijk... natuurlijk, maar zoals je misschien kan zien, hier zitten heel veel gaatjes er zo in. Is in dit geval niet zo erg, want hier komt een ring uit. Het wordt net zoals een fietsvelg, zeg maar. Zo'n ring. Zolang de zijkanten maar niet beschadigd zijn, de rest zie je niet. Dus dat is geen probleem. Goed, cirkels maken en dan kijken of ik dat er allemaal uit kan krijgen. Ja, om te beginnen, ik ga eerst maar even dit kleine plaatje. Doe ik gewoon 50 bij 50. Dus dat wordt 25. Nou, laten we 26 bij 26 doen zo. Dan moet ik dat rondje er wel uit kunnen halen. En zo. Daar. Daar ga ik even een gaatje boren van 5 mm om dus een rondje te kunnen frezen. Nou, geweldig is dit niet. Ooit een keer gezien dat mensen dat zo deden, maar... ja, het is niet geweldig, moet ik zeggen. Nou, ik hoef het maar één keer te doen.
Nou, zo kan hij wel. Dat is niet echt een geweldige manier dus. He, als het niet zo precies komt, dan kan het wel, maar ja, goed. Zo, dan ga ik dat eerst maar weer even de bandzaag zo uitzagen rond. Beetje grofweg, hè. Ik ga zien dat je zo'n bandzaag toch best wel veel gebruikt. Zo, de juiste frees erin. En dan heb ik deze. Mijn mooie cirkel. Hulpstuk. Zo, klemmetjes. Zo, frees omhoog. Zo, dan laten we de frees zodanig uitsteken. Dat je natuurlijk de breedte past, pakt. Mooi. Zo, dan ga ik eerst kijken wat ongeveer 25 centimeter is. Vanaf de frees naar dus, oh, hier helemaal. Dat kan ook nog maar net dan. Zo, en zo heb je dus een perfect rondje. Mooi, wel even een gaatje erin, maar dat geeft niet. Dit wordt dan in principe de bovenplaat en daar moet toch een gaatje in. Het is groter zelfs nog, dus dat komt wel goed. Wil je weten hoe ik trouwens dit ding gemaakt heb? Dus heel makkelijk zelf te maken en het is echt perfect. Nou ja, tot je, zoals je kan zien. Tot 500 mm in dit geval. Je kan het natuurlijk ook groter maken, maar in mijn geval tot 500 mm cirkels kan ik dus makkelijk, heel makkelijk maken. Wil je weten hoe je deze moet bouwen? Ik zet wel een link hieronder in de beschrijving. Dan kan je die video bekijken en dan weet je precies wat je moet doen. Nou, nadat ik dus één perfect rondje heb, kan ik dat nu makkelijk zo. Even overnemen met potlood. In eentje moet nog een gaatje in komen, maar hoe groot weet ik nog niet precies. Dus doe ik gewoon eventjes hier met een boordje inprikken, zodat ik weet waar het midden is. Dan moet ik hem niet meer verplaatsen natuurlijk. Dus die doe ik hierin zo. Hup. Even met de hand. Zo even een beetje draaien. En dan ga ik een lijntje trekken. Zo. Hoppakee. En dan heb ik als het goed is hier een puntje staan. Yes. En dan weet ik waar het midden is straks. Zo, dan heb ik nog eentje nodig. Zo. Nou, die zag ik uit. Nou heb ik allemaal rondjes. Er komen nog twee bij. Maar eerst even dit. Nou, dan ga ik gewoon weer even met de secondenlijm tape truc doen. Even kijken, die komt dan. Doe ik dat zo goed zo? Ja, dat doe ik goed. Die komt zo. Ja, een beetje secondenlijm erop. Die daar weer bovenop zien te krijgen. Waar de tapejes ook zitten. Zo dus. Dit ziet er goed uit. Goed aandrukken. Zo. Nou, dan kan ik die ook frezen. Dan heb ik twee precies dezelfde randjes. Zo, ik had de frezer al even ingesteld. En de juiste frezer erin. Met zo'n kogellagertje. En als ik het goed heb, dan moet die precies uitkomen zo. Ziet er naar uit. Nou, frezen maar.
Ja, en preciezer twee rondjes maken die precies hetzelfde zijn, op een andere manier. Ja, het zijn meerdere manieren, maar ik denk dat dit toch echt wel de makkelijkste manier is. Goed, dan kan dat dus weer hopelijk van elkaar af. Ja, daar gaat hij. Oh, ik zat er wel een beetje naast, zie ik. Ja. Je kan zien, maar ik heb hier toch, ja, zit naast de tape. Nou ja, in dit geval niet zo'n ramp. Dit zit het aan de binnenkant en dan zie je het nooit weer, maar ja, dat was niet de inzet om zo maar te zeggen. Maakt niet uit, het is in dit geval niet erg. Zo, nu heb ik dus drie rondjes. Twee precies dezelfde. Die heb ik natuurlijk allebei al gefreesd. Nou, die zijn goed in principe. Eentje heb ik even opgeschreven, dat is voor de draaischijf zelf. Nou, die komt later pas, die heb ik nu nog even niet nodig. Deze heb ik nog niet gefreesd. Waarom niet? Nou, dat doe ik later. Ik wil eerst die twee ringen hebben. Die ga ik ook uitfrezen doen. En dan leg ik die er straks allemaal op. Ga ik dat lijmen. En dan ga ik daarna nog een keer met de frees die randen doen. Dan heb je alles precies gelijk. Je zal wel zien wat ik ga doen. Eerst maar eens even kijken of ik hier met die gaatjes die twee ringen uit kan halen. Het voordeel nou is natuurlijk, ik kan deze erop leggen. Kijk, zien waar de gaatjes zitten. Als er geen gaatjes zitten op de rand, dan is het goed. Kijk hem aftekenen. Deze kan zo. Yes, perfect. Mooi, nu ik dat heb, ga ik eerst weer even grofweg uitzagen. En dan ga ik weer frezen. Maar nou een keer op een andere manier. Dan ga ik eerst de binnenkant namelijk ga ik frezen. En ik, als ik dit rondje zo gezaagd heb, zeg maar. Nou, zoals deze. Zo zag ik hem eerst uit, een beetje grof weg. En dan ga ik straks aan de binnenkant zo frezen. Het is misschien wel een beetje tricky om dat te doen, maar ik ga het wel zo doen. Ja, en om dat nou te kunnen frezen, ik heb hem even uitgezaagd. Dus nu gaan we weer frezen. Maar dan moet ik een ander freesje hebben. Even kijken, deze. Kijk, en dat is zo'n eentje. Hiermee kan je namelijk boren. Hier heb je zo'n streepje zitten, zeg maar. En hier kan je dus ook mee boren. Die andere freesjes. Dit soort freesjes, zeg maar. Zie daar in het midden, daar zit niks. Goed kan zien zo, ja. En daar kan je dus niet mee boren. En hier kan je dus wel mee boren. Nou, die moet ik dus hebben. Dus die heb ik nodig. Dus die gaat erin. Zo. En om nou dat ding in te kunnen stellen, dan moet je natuurlijk een bepaalde maat hebben. Dat rondje zelf, de plaat is een diameter, wat was het ook alweer? Oh ja, 500. Stel ervan is 25. Nou, ik wil ik 2 centimeter laten staan, om het zo maar te zeggen. Dus 2 centimeter gaat eraf. Dus ik moet deze instellen op 230. Nou, dat kan ik eigenlijk vrij simpel doen. In dit geval komt het niet zo heel precies. Dus dat scheelt. Deze kan ik dus hier zo instellen. Oh, die komt toevallig op. Hier. Nou, deze staat goed zo. Die instelling heb ik. En nou gaan we dus proberen te frezen. Zoals ik al eerder zei, dit is een beetje tricky. Want deze kan natuurlijk bewegen zo. En ik kan hem ook niet vastzetten. Ik zou niet weten hoe. Dus je moet hem denken dat natuurlijk dit dingetje daarheen geschoven is. En dan gaan we inboren en dan frezen.
Ja, dat ging eigenlijk best prima. En dan heb ik dus twee mooie ringen, precies hetzelfde. Dit is dan ja, de zijkant straks. En dan hebben we ook, even kijken, welke is dat ook alweer? Dit is de bodemplaat, zoals je ziet. Zo. En dan heb ik deze, de bovenplaat. Hopla. Nou, dit is dus uiteindelijk de bedoeling. Wat ga ik nou doen? Even denken. Want hier in de bovenplaat moet nog een groot gat in komen. En ook daar moet ik een stukje infrezen. Ga ik denk ik maar op dezelfde manier doen. Alleen dan moet ik hem weer een beetje, nou ja, instellen. Goed instellen, zeg maar. Maar dat moet lukken. Ik ga je gewoon laten zien wat ik doe. Dat lijkt mij het handigste. Zo, wat ik nou gedaan heb, is de buitenkant tot de helft van dit puntje. Hè, mijn draaipuntje. Heb ik nou 60 gedaan. En dat is de buitenste maat, zeg maar. En dan kan ik hem zodanig straks draaien, dat hij steeds kleiner wordt. En dan, ja, komt dat ook wel goed. Maar deze moet nou een bepaalde diepte hebben. Ja, hij is nou te diep in ieder geval. Oh, dus dan kan ik gewoon deze even pakken. Nou, die is 0, ja, 0. Zo. En deze moet 3 mm diep. Nou, hij is nou 7. Dus die kan ik nou gewoon, dit is in de buurt, nou even een fijne afstelling. Kijken, 3, ja 3,2. Laten we 3,2 doen. Zo, wat ik nu dus ga doen is de plaat straks, dan zet ik hem aan en dan hoop ik dat ik die plaat op een voorzichtige manier erin kan doen. Dan moet ik even een ander pennetje hebben of een boordje of zo. Dat is beter. En dan kan je precies zien wat je doet. En dan ga ik hem er dus op drukken en dan frezen. Zo, zoals ik al zei, ik heb nu even dus een boordje erin gedaan. Maar nu kan ik natuurlijk voorzichtig dus zo nou ja, erop leggen. Altijd naar beneden laten glijden. Zonder dat ik ja, problemen krijg, zeg maar. Gewoon gelukt. Nou, zoals je zag is het gewoon gelukt. Is natuurlijk ook maar 3 mm, dus ja, eigenlijk kan niet heel veel gebeuren. Als je maar voorzichtig doet natuurlijk. Maar ja, het is gewoon gelukt. Het zit erin wat ik wil. Nou moet hier nog een gat in komen. Van een bepaalde maat, weet ik even niet uit mijn hoofd. En dat kan ik gewoon natuurlijk met een verstelbare boor doen. En dan is dat ook goed. Zo. Ja, dat is natuurlijk een voordeel van deze boormachine. Nou haal ik het niet, hè. Vanaf hier tot hier is nou ja, te klein. Nou heb ik natuurlijk geluk met deze boormachine. Dat ik deze gewoon kan opschuiven. Tot ik het wel haal. Dus ik ben echt blij met deze boormachine, echt waar. Zo, vastzetten en boren. Zo, die zit. Zo, ja, en waar is dat gat nou voor? Ja, nou heb ik dus ja, een mooi ringetje met een gat. Nou, hier komt zo meteen een plaatje in van kunststof. Die 3 mm dik is. Daarom heb ik hem dus 3 mm diep gedaan, dit. Die komt hier vast op te zitten met een klein gaatje erin. En daaronder komt dus de motor bevestigd. Zo is de bedoeling. Goed, nou eerst even wat anders. Ik wil eens dit allemaal even op elkaar lijmen. Behalve de bodem. De bodem, die ga ik laten schroeven. Dus die ga ik niet vastlijmen. Want anders kan je later namelijk niet meer bij de binnenkant. Dus ja, dat moet wel los kunnen in de toekomst, om zo maar te zeggen. Maar deze drie gedeeltes, 1, 2, 3, die ga ik dus
wel in elkaar zetten. Zo, ik heb alles eventjes een beetje schoongemaakt. Dan beginnen we gewoon met deze. Die leggen we gewoon zo op. Die gaan we dus niet lijmen. Ja, nou gaan we deze lijmen. Zo. Nou, zo. Nou, dan kan de eerste ring erop. Met deze kan je natuurlijk mooi aan de binnenkant kijken of je het gelijk hebt zitten. Hè, dat alles goed ligt. Ja, dat is dit wel, denk ik. Zo. Ja, en dat is nou natuurlijk wel de kunst dat deze dus niet meer gaat bewegen. En deze kan ik aan de buitenkant zien, want hier staat natuurlijk een lijntje op hier. Aan de buitenkant zien of hij dan recht zit. Nou, dat is dit denk ik wel. Ja, zo, dat laten we dus even een tijdje drogen voordat ik weer verder ga. Nou dat we dat hebben, dan kan ik eerst wel eventjes een plaatje maken. Ik had gedacht aan deze. Een stukje kunststof. Hier kan ik mooi dat rondje mee maken. En die dus straks daar in dat gat komt te liggen. Goed. Nou had ik alleen even één klein probleempje. En dat is die verstelbare boor. Die kan net niet groot genoeg. Dus dan ga ik het niet meer redden. Maar ja, dan ga ik het gewoon weer op de andere manier doen. En dat is weer met die frees. Met de frees in ieder geval. Zo, ik heb gewoon even een klein beetje kleiner gemaakt. Zo. En in het midden weer even een gaatje van 5 mm. Maar die past natuurlijk weer op dat pennetje. Zo, en nou past hij er perfect in. Er zit nog een heel klein beetje speling in. Nou, dat is niet erg. Weet u nog zeker dat hij erin past. Ja. Mooi, die heb ik ook. Nou, dan ga ik hem eerst eventjes een beetje mooi maken. Want er zijn allemaal een beetje rare vlekken gebeuren op. Schuur ik hem eventjes dat hij weer mooi is. En dan ga ik nog even 4 gaatjes zo boren om later vast te kunnen zetten. Nou dat de lijm wel droog genoeg is, denk ik. Hopla. Kan ik dit gaan frezen? Toch wel prettig dit ding, moet ik zeggen. Zit je niet al die stof gelijk in te ademen. Mooi. Ja, nou heb ik dus een perfecte zijkant. Ja, alles is even vlak. Dus perfect. Geen gaatjes gelukkig. Nergens. Nee. Nee, nergens geen gaatjes. Perfect. En nou de bodem nog.
Maar zoals ik eerder heb gezegd, de bodem komt niet vast. Tenminste, niet gelijmd. Dus ja, wat ga ik nou doen? Ik ga hem in ieder geval eventjes op zijn plek leggen zo. Nee, dat ga ik niet zo doen. Dat gaat niet werken. Ik heb hier in ieder geval die lijn erop staan, hè, waar die uit moet komen. De afgetekende lijn. Nou, dan doe ik nog even een lijntje ernaast. Waar ik dan de schroeven straks in kan doen. Zo moet ik het doen. Even kijken. Ja, wat doen we? Een centimeter er vanaf. Zo, een viertje. Zo. Zo, nou de gaatjes er allemaal in zitten. En dan heb ik de andere kant heb ik dus even verzonken. En dat wordt de buitenkant. Dan ben ik ook gelijk de streepjes kwijt die ik er allemaal opgezet heb. Dan komen die aan de binnenkant. Dan zie ik ze nooit weer. Goed, nou nog. Dit hierop maken. Nou, ik denk dat dit het handigste is. Om zo gelijk te leggen. Ja. Even een klemmetje erop. Zo, twee klemmetjes erop, dan kan hij niet meer verschuiven. Omdraaien. Ja, en dan kan ik de schroeven erin zetten. Zo, 8 schroefjes erin. Zo, nou en dan kunnen we deze ook frezen. Zo, nou hebben we dus alles perfect rond. Nou is het één grote blok, om zo maar te zeggen. Eén ronde blok geworden, wat perfect is. Mooi. Dan kan ik hier eventueel even een schuin kantje maken. Of een rondinkje. Ja, een rondinkje is mooier. En de onderkant ook een klein rondinkje erop. Ja, laat ik dat dus nog maar even doen. Zo, die scherpe randjes zijn ook weg. Ja, dat is toch perfect. Dan heb je een mooie ronding erop zitten. Niet te groot, maar ook niet te groot maken, hè? Want anders zit je met de schroeven en dan raak je de schroefjes en dan is je freesstomp. Dus denk daar wel een beetje om, mocht je dit na willen bouwen. Deze ook, hè? Dus de draaischijf zelf, daar heb ik ook die rondetjes aan gemaakt. Ja, dan lijkt het allemaal net wat mooier. Goed, nu heb ik eigenlijk de basis wel klaar. Ja, ook deze, dan moet het gat nog anders gemaakt worden, maar dat komt. Dan moet ik eerst het motortje hebben. Die komt daarin. Ja, dan is eerst de basis wel even klaar, zoals ik al zei. dan houden we het even op voor deze video. Dan gaan we volgende week weer verder. Dan gaan we het motortje inbouwen, de schakelaar inbouwen en nou ja, alles wat nog gedaan moet worden, gaan we in de volgende video doen. Dus bedankt voor het kijken weer. Abonneren, niet vergeten. Spulletjes wat je nodig bent, gereedschappen, dat soort dingen, staan bij mij op de website. De website staat natuurlijk weer hieronder in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, tot volgende week. Dit was Eagle Daar Maakt, met het motto. Nou, dat kan je niet zien, maar daar ergens gewoon doen. Tot ziens.